Nederland is in de ban van de Elfstedentocht. Vrijwillige ijsvegers maken de route sneeuwvrij. En 63% van de gokkers denkt dat de tocht der tochten er komt. Maar met omtoog richting Friesland om de Elfstedentocht te meten bij onze eigen bekende Fries Frans Zwaagstra. Het gaat haast aan, hè? Het gaat haast aan, hè? Massa hysterie. Friesland boppen. Hoe is het met de Elfstedentocht? Oh nee hoor, daar moet ik niks van hebben. Ik zeg altijd, blijf met de beide benen op de grond staan, weet je wel. He, ik bedoel, duizenden mensen op het ijs. Nou, ze zakken ze erdoor. Nou, dan ga je een ramp, nou, dat is niet te overzien. En niet zo somber. Dan moet je zorgen dat duizenden mensen door het ijs gaan. En de ene trekt aan de andere. Oh. Nou, die verdrinken allemaal, dat is allemaal zo erg het maar kan. Maar wij dachten een beetje hier, de stemming... Ja, maar dan moet je zorgen, dat is niks voor mij. Iedereen is in opperste staat van euforie, hè? In Friesland. Ja, jongen, maar dan kun je ook zien hoe saai de mensen het leven gemaakt hebben. Ik bedoel, dan leven ze daar naartoe, naar zo'n Elfstedentocht, omdat dat gewoonweg niet kan. En dan staan ze even op een kap. Maar ik moet er niks van hebben, want het is gewoon massahysterie. Met de winter ga je overal 10-dubbel werk van. Dat vee moet allemaal extra voer hebben. Het water is allemaal vervroren. De schaap moet water hebben. En die mensen die in een nieuwbouw wonen, als in een groot nieuw huis, die stappen zo in de warme auto. Elfstedentocht, oh wat mooi. Het waren dus 12 koplopers, het werden er 10, het zijn er 6. 6 echt groten van het natuurijs zijn dus met elkaar. En heb je nog herinneringen aan de laatste Elfstedentocht? Ja joh, toen hadden ze het over de radio over een Elfstedentocht. Ja. En ik zat net in de huiskamer te eten. En er was al geknal en gekraak. Ja, daar stond de hele zolder al in brand. En ja, en de sloot was hard gevroren. De kraan was buiten afgesloten bij de oude mensen. Dus je kon niet blussen? Kon niet blussen. En is dat jouw herinnering aan de Elfstedentocht? Ja. Ja, dat is aan de Elfstedentocht. Dat is alleen maar ellende en kou en verschrikking. Maar toen Frans nog een Fransje was, toen zou je toch nog wel geschaatst hebben, of niet? Nou, ik was 14 jaar, toen heb ik voor het laatst op een skaatsen gestaan. Zullen we vandaag een stukje doen? Oh ja, ik kan van aardigheid nog wel een keer proberen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. Ach, die vader had al wat stoer. Oh, dat ging me. O, hier ben je dat. O, ja. En daar de duizenden. En daar het bruggetje. En daar komt die scherpe ronding. Die toch in vaart wordt genomen naar links. Waar ze dus links moeten blijven. Anders dan in voorgaande jaren. Ik zie je op de bonkenvaart. Ja, ik maak maar wat fantasie bij. De